Een hele goede middag allemaal en welkom bij deze stream live vanuit de beursvloer van Connect Innovate. Mijn naam is Sjoerd en ik sta hier op de stand van MyBrand samen met Max. En Max, ik begrijp dat jullie net een hele gave sessie hebben gehad samen met een van jullie klanten in Eco, waar jullie hebben verteld over hun migratietraject. En kun je even vertellen waarom dat migratietraject zo belangrijk was voor Eco? Ja, nou, wat we eigenlijk inderdaad net gezamenlijk met Eco hebben verteld aan de hele zaal is van... We hebben vorig jaar samen met Eco migratie gedaan van een hele SAP-landschap naar Azure. En waarom dat zo belangrijk was voor Eco is eigenlijk omdat we meer flexibiliteit, meer snelheid wilden creëren in het landschap om de digitale transformatie van Eco, de omschakeling naar schone energie voor iedereen en duurzame energie voor iedereen, om die eigenlijk te enabelen. En ook om vanuit het SAP-landschap de eerste stap te zetten om uiteindelijk door te kunnen pakken naar S4H, om die flexibiliteit erin te creëren. Ja, heel duidelijk verhaal. Kun je ook iets meer vertellen wat die migratie dan precies inhield? Nou, wat die migratie eigenlijk precies inhield is dat we uiteindelijk het hele SAP-landschap van Eco hebben opgepakt. We hebben dat eigenlijk naar Azure overgebracht en we hebben dat op een nieuw platform neergezet. En uiteindelijk ook de migraties naar HANA gedaan met Eco. Zodat het landschap nu eigenlijk helemaal klaar is om straks de stap naar S4HANA te maken. En zodat het voor Eco weer wendbaar, flexibel en snel is. Nou, en tot slot begrijp ik ook dat jullie deze transformatie eigenlijk binnen 7 weken al gedaan hebben. Nou, dat is eigenlijk ook niet iets wat je elke dag hoort. Kun je even vertellen hoe dat zo snel gegaan is? Ja, nou, om dat in 7 weken te doen, dat was inderdaad wel een leuke uitdaging. Dat was gewoon met elkaar gewoon eigenlijk wat het belangrijkste is. We hebben echt heel goed samengewerkt met Eco. Dus we hadden echt dedicated teams van beide kanten. We werken zowel bij ons op locatie als bij Eco op locatie. En door die samenwerking, door die dedicated mensen en door gewoon alle experts in een team te zetten, hebben we dat eigenlijk in 7 weken kunnen doen. Nou, hartstikke goed verhaal. Bedankt voor je tijd, Max. Beste allemaal, ik hoop dat jullie dit erg interessant vonden. En we zien jullie graag terug bij de volgende livestream.